Van Gelder behoort op dit moment tot de top 5 duurzaamste gebouwen in Nederland. Nou, zoals jullie achter mij zien, loopt de bouw voorspoedig. De oer-Hollandse, maar toch hypermoderne AGF-leverancier Van Gelder Groente en Fruit is gegroeid als kool. En omdat de groei er nog lang niet uit is, gaan we verhuizen. In samenwerking met partners en leveranciers wordt gewerkt aan het Vercentrum voor educatie, beleving, innovatie en inspiratie. Welkom bij de serie Van Gelder bouwt. In de eerste aflevering hebben we gekeken hoe de nieuwbouwplannen zijn ontstaan. En hebben we het begin van de bouw gevolgd. De afgelopen periode is er veel werk verzet. Daarom laten we in deze tweede aflevering zien hoe de bouw vordert. We zijn in oktober gestart met de bouw. Eerst de bouw rijp maken. Toen met de heipalen zijn we gestart. Er zitten al 900 heipalen in. Toen met een zware fundering erop, omdat het een hoog bouwwerk wordt. Dat is allemaal al gebeurd in deze tijd. Verder zoomen we samen met We4U in op het proces om een pand van de toekomst neer te zetten. Wij zijn voor het project de BREEAM expert. Dat betekent dat wij in het project alle partijen begeleiden om de credits te halen, de eisen vast te leggen en te zorgen dat we het uiteindelijke resultaat ook behalen. Van Gelder heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En daarom wordt er voldaan aan de laatste en hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid. BREEAM is een duurzaamheidstool, is een meettool eigenlijk die je langs een bouwproject kan leggen om te kijken hoe duurzaam een gebouw gerealiseerd wordt. BREEAM kijkt daarbij naar een 9-tal duurzaamheidsthema's, waarbij energie, water, afval bekende thema's zijn. Maar BREEAM kijkt ook naar ecologie, naar materiaalgebruik, naar vervuiling, dus wat stoot je uit naar je omgeving. En niet heel onbelangrijk, gezondheid en welzijn van de medewerkers in het gebouw. En wij doen voldoen. Voor BREEAM Outstanding heb je 86 punten nodig, als je aan alle voorwaarden voldoet. En dat hebben wij al behaald. Wij zitten zelfs aan de 94 punten volgens mij in ieder geval. Dus de BREEAM Outstanding, die hebben wij al binnen. De duurzaamheidsgedachte in het pand is op vele manieren terug te vinden. Dat zie je nu op de bouwplaats in feite al als je naar het gebouw kijkt in de materialisatie van het gebouw. Meer staal in plaats van beton. Ga naar de isolatiewaren kijken. Dan zie je dat er hele dikke isolatie om het pand heen zit. De afvalscheiding op de bouwplaats vind je terug nu. Maar ook uiteindelijk, als je het gebouw opgeleverd is, dan zul je om het gebouw heen een fantastische tuin zien. Je zult de zonnepanelen op het dak zien liggen. En voor de rest is het een normaal gebouw wat ook normaal gebruikt wordt. Nou, het is best een uitdagend project, want je hebt een hoogbouwmagazijn. Dat is eigenlijk een vierkante doos. Nou, dat gaat nog wel, maar hier zitten heel veel verschillende disciplines. Je hebt er staalconstructie, betonwanden, sandwichpanelen, vloeren. Allemaal op verschillende hoogte, niveaus, afschopvloeren, allemaal erin. Dus ja, we komen wel wat tegen. Nou, we zijn vandaag bezig, zoals je ziet, met de storten van de begane grondvloer van het hoogbouwmagazijn. Er gaat 560 kuub beton in vandaag. Dus dat is ongeveer voor de mensen, ja, dan komen er 50 vrachtwagens met beton heel de dag aan en af rijden. Het leukste moment voor ons gedurende het project is uiteindelijk natuurlijk als we het certificaat kunnen overhandigen en we daar een feestelijke bijeenkomst van kunnen maken en ook de duurzaamheidsambitie die we nagestreefd hebben ook daadwerkelijk behaald hebben. Abonneer je op het YouTube-kanaal van Van Gelder. En mis geen enkele video van de making-of Van Gelder bouwt. Van Gelder bouwt wordt mede mogelijk gemaakt door